Smit, mijn vader Smit, familie van meneer Smit, mijn moeder van meneer Smit, oud-burgemeesters, gemeenteraadsleden, burgemeesters van Gooi- en Vechtstreek, genodigden en alle luisteraars via internet. Allemaal hartelijk welkom op deze bijzondere raadsvergadering voor de installatie van Martijn Smit als burgemeester van Weidemeren. Het is mijn eer en genoegen om deze vergadering vanavond in goede banen te leiden. En als eerste zal ik het koninklijk besluit voorlezen. Piept een beetje. Bij Beatrix, bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Bij het besluit van 11 maart 2010, gelet op artikel 61, eerste lid van de gemeentewet, hebben goed gevonden en verstaan met ingang van 16 maart 2010 te benoemen tot burgemeester der gemeente Weidemeren de heer Dr. Anders M.E. Smit met gelijktijdig eervol ontslag als burgemeester van Zeevang. Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkelijke Relaties is belast met de uitvoering van dit besluit. Den Haag, 11 maart 2010, was getekend Beatrix.